hele goede morgen. Het is fris. Wow. Ik heb het koud. Het is 12 graden kouder als gisteren. Is serieus? Zoiets, ja. Nou. Hé, ik ben blij dat je ziet. Ja, ik ben blij dat het niet zo vroeg was als gisteren, want gisteren was het wel erg vroeg. Ja, dat kon niet anders, want ik had avonddienst. Dus we moesten, kijk, en dat is, nou ja, voorlopig nog wel zit ik op de bus. Want als dadelijk dit helemaal een hot item gaan worden natuurlijk, dan zijn we 24 uur. Per dag hier mee bezig. Velend, hè. En dan komt het... Griem weer, die zegt, Jack, ik moet even bijpoeieren hoor, dit en dat allemaal gezeik. Nee. Maar ja, goed. We wijken af. We hebben een busje met spullen. Ja. We wijken af. Vertel. Jij wilde iets vertellen over iets, toch wel iets schokkends. Nou ja, goed, schokkends. Ik vind het toch wel een beetje serieus. Allemaal. Nee, dat klopt. Je hebt wel gelijk. Hè? We zijn natuurlijk wel een beetje ongeleide projectielen, maar we kunnen ook serieus zijn. Ik vind eigenlijk, deze komende winter, en als je het nou ziet, mensen gaan petroleumkachels kopen bij bouwmarkten. Serieus? De diesel die is duurder als benzine. Ja, dat snap ik. Dat soort shit allemaal. Maar snap jij dat? Dat de diesel duurder is dan... Hé, dat zijn allemaal dank aan de oorlog. En ik heb zelfs het volgende gehoord. Dat een meneer die heeft een of andere stof. Dat wordt gemaakt van aardolie. En die heeft hij al extra ingekocht. Gewoon een soort kledingstof wat gemaakt wordt van aardolie. Voor warmte. En die heeft hij al dozen van ingekocht, want het is nu al bij de inkoop is het nu al een stuk minder geworden. Hij zegt straks dan, ben ik spekkoper. Oh. Ja. Nou, ik vind het wel een serieus ding. Ik ben wel blij, ik ben, als je nou zo even terug te gaan naar die energieprijzen. Ja, dat is gigantisch. Ze gaan mensen, als het allemaal klopt en allemaal waarheid is, ja, natuurlijk zit er een deel van waarheid in, dan worden het 100% onze energierekeningen worden dadelijk vermenigvuldigd met 100%. Dus dat zou betekenen dat ik €800 moet gaan betalen per maand voor mijn pand. Want ik betaal €400. Nee, ik weet niet, ik hou er niet bij. Ik ben niet heel slecht nou, met zijn. Ik weiger dat om dat te betalen. Dat ga ik niet doen. Ik zeg, nou, snij het dan maar af. Nee, ja, ze zijn met fondsen bezig ook. Ja, maar voorlopig is dat nog niet, Jack. En voorlopig zijn die fondsen er nog niet. En ik vind het niet zo gek, ik zat vanmorgen te kijken, dat Rotterdam nou eigenlijk de armste stad van Nederland wordt genoemd. Dat mensen daar, ja, mensen, ouderen die dingen met politie en justitie in aanraking komen, omdat ze daar geen geld meer voor hebben, dus dan pikken ze het maar. Ik vind het niet zo raar dat het allemaal gebeurt. Was dat niet heel vroeger een of andere... Was dat nou ik haalde altijd door elkaar dominee Capulaan of... die zei van, als je brood nodig hebt, dan mag je hem gewoon stelen. Dat was toch iemand die dat zei? Als je een brood nodig hebt, dan mag je hem gewoon stelen. Als je honger hebt, mag je een brood stelen. Ik weet niet meer wie dat was. Dat zal ik nog wel even uitzoeken. Maar dat gaat steeds erger worden. Ik vind het eigenlijk heel erg dat ze al de stad Rotterdam, dat het al de armste stad werd genoemd. Vroeger werd dat volgens mij, was dat Schiedam, hebben ze gezegd. Ja, Schiedam. Maar ja, goed. Ja, hey, maar Nederland gaat toch... Ik bedoel, dat artsen zonder grens in Nederland was, toen had ik zoiets van, zit ik een van de rare tv-serie te kijken. Bizar voor woorden. Dat het allemaal moet gebeuren zo. En ik zeg je wel eerlijk, ik kan het is natuurlijk niet goed te praten, maar ik kan het wel begrijpen. En als ik zeg je heel eerlijk, als ik daar 800, 900 of 1000 euro moet gaan, hey, snijd maar af. Ik ga hier wel ergens een hutje dan bouwen en met een kampvuur. Want dat gaat gebeuren dan, Jack. Dan gaan de mensen wonen onder een metrobrug. Nou, dan en dat soort dingen, wat je die vroeger in Amerika krijgt, die stijlen krijg je dan allemaal. Op wat ze gaan doen, net zoals in de oorlog, heb ik nu wel verhalen gehoord van mijn moeder, wat mijn opa gedaan heeft. Dus alles wat maar hout was, dat werd in de kachel gestoken. Dat bedoel ik, dus hier aan deze zijde staat daar geen boom. Nee, al die bomen die worden gewoon weggehaald. En terecht. Dus ik denk dat dit wel een hele grote roeping is, en voor de overheid zeker wel. Die zijn er hard mee bezig, dat geloof ik allemaal wel. Maar dat moet nog... Nou, daar heb ik altijd mijn twijfels moet bij. Maar even serieus, ik maak er een sneer van. Nee, maar met overheid heb ik wel twijfels. Als het te laat is, zeggen, oh ja, we hadden moeten ingrijpen. Ja, dat nou, vind en ik dat altijd. Dat bedoel ik nou eigenlijk ook te zeggen tegen jou van, hey, er gaan nog gekke dingen gebeuren. Ja, er gaan zeker gekke dingen gebeuren. Ik denk tot, ja, iedereen zegt, we leven in een rare tijd, maar ik denk tot 2022 wel een heel gek jaar wordt. Bizar. Ik bedoel, ik hoor alweer geruchten dat ze Poetin, dat er staatsgrepen daar willen gaan plaatsvinden en dat soort zaken. Ja, nou, dat moeten we allemaal nog wel nee, meemaken. Maar, moeten we, maar ik bedoel, dat zou je 2 jaar geleden nooit gehoord hebben. Nee. Dat bedoel ik. Ja, ik bedoel, die verhalen allemaal.
En plus het feit dat er is nog iets anders wat heel bijzonder is in 2022 natuurlijk. Ja, podcast Quiz is geworden. Ja, die is geworden, ja. Dat is weer de andere kant van de markt. Dus er zijn in de crisis zijn wij geboren. Ja. Dat is wel... Nee, maar goed. We horen nou de metro richting Vijf Sluizen gaan. Oh, zitten we bij de Vijf Sluizen? We zitten bij de Vijf Sluizen. Oh, helemaal nog vergeten te vragen waar we zitten. Ja, maar dat had je al wel gezien natuurlijk waar we zaten, hè, beste vriend. Nee, maar serieus. Even tot slot. Ik maak me echt zorgen voor de toekomst. Ik maak me echt zorgen hoe dat dadelijk allemaal hoe dat verder gaat. Niet voor mezelf, maar ik ben best wel een ijzerganger en ik red mijn eigen wel. Maar als we op zo'n punt zouden komen van overleven, maak ik me niet druk, maar ik maak me wel druk over die ouderen, over die mensen die echt min op de rekening hebben staan, die echt helemaal niks meer kunnen. Ja. Die, het is natuurlijk bizar voor worden. Ik weet niet of je het nog gezien hebt, die mevrouw op SBS6, geloof ik. Die de gas, die zegt, nou, sluit het maar af. Ik kan het niet meer betalen. Die zijn eigen boven een vaccinelichtje warm moeten houden, jongens. Hé, anno 22. Maar gaan we dan niet krijgen, er was geloof ik een van de minister, lang geleden, een paar maanden geleden, die zei dat er plaatsvindt van een burgeroorlog. De boeren die zijn helemaal losgegaan. Terecht. Bij Schiphol is iedereen helemaal losgegaan. Hou me vast, ik ga zaterdag zondag gaan nee, de lucht in. Schiphol is losgegaan. En nu zitten we met die energiecrisis. Nu gaan we weer een bevolkingsgroep. Ja, en volgens mij was dat ergens in het begin van de jaartelling, of daar nog wel verder terug, geef het volk brood en spelen. Als je het volk geen brood geeft en je hebt het volk heeft geen spelen, ja, dan gaat het volk... Een kat maakt een rare sprong in nou, hè? Ja, dat, dus, gaat dus gebeuren, als dat dan? Gaat gebeuren, elke keer zijn er bevolkingsgroepen die in opstand gaan komen. Dus toch, mijn woorden komen toch uit, dus de anarchie komt er toch wel weer aan dan? De kans op anarchie is aanwezig, steeds groter wordt hier. Ik denk dat mijn woorden uitkomen. Ik hoop het niet. Ik hoop het zeker. Maar als het zo doorgaat, denk ik het wel.